Met flink wat onderlinge afstand ging de minister in gesprek met een aantal professionals en studenten uit de zorg. Wat wil u van ze weten? Nou, hoe dat gaat weer opstarten. En wat ik hier vanmorgen ook hoorde, dichtgaan is één ding. Maar weer opstarten is best complex. Van wat ga je eerst doen? Hoe doe je dat anderhalve meter? En zeker hier in het ziekenhuis, veel praktijkonderwijs. Hoe doe je dat op een verantwoorde manier? Dus dat zijn best ingewikkelde puzzels die het onderwijs moet oplossen. Maar wat ik zie is dat het heel goed gaat. De studenten zelf zijn vooral blij dat ze weer praktijkonderwijs mogen volgen. Ja, even wennen, maar ook heel fijn, want 3 maanden heb ik nuttig besteed. Ik heb genoeg kunnen doen, maar het zijn toch 3 maanden studievertraging die je oploopt. En een opleiding die vooral uit praktijkcomponenten bestaat, waarbij het moeilijk is om die vertraging dus uiteindelijk ook weer in te lopen, is de vorm van studievoortgang die je nu weer hebt natuurlijk hartstikke fijn. De minister heeft toegezegd dat studenten die studievertraging oplopen door corona financieel geholpen zullen worden.